Wondermooie avond allemaal. Welkom bij 45 graden. Een programma waar we over meer zullen hebben dan enkel over koetsen en kalfjes. Een programma waar we ons dieper zullen ingaan over bepaalde onderwerpen zoals liefde, geluk, relaties, voeden enzovoort. En wekelijks gaan we één onderwerp gaan bespreken. Bespreken? Ik niet. Ik ga maar enkele vragen stellen aan een drietal fantastische, fijne madammen. En zij zullen onderling, drie goede vriendinnen trouwens, onderling zullen zij dan wekelijks een bepaald onderwerp bespreken. Met als hoofdbedoeling dat ook u iets meepakt naar huis. Dat u dit ook thuis zult bespreken. Een perfecte manier om net iets dieper en dichter naar elkaar toe te groeien. Dus voilà, ik daag jullie uit om het ook thuis na de aflevering ook te gaan uitvoeren. Thuis, bij vrienden enzovoort. U kiest dan maar uw entourage. En dan wens ik u deze week fantastisch veel kijkplezier en een beetje diepgang over vandaag maar één onderwerp. En dat is oogcontact. Veel kijkplezier en geniet van elkaar. Ik ben Ilio Hansen, geboren en getogen in Sint-Nicolaas. Ik ben 55 jaar en geen kinderen. Wel een partner, Tommy Vaarwijk, fotograaf, waar ik samen boekhandel Het Oneindige Verhaal mee uitbaat. En ik ben auteur van de romans en misdaadverhalen. Ik ben Christine de Wolf, ik ben 52 jaar, geboren in Sint-Nicolaas, maar ik woon nu in Zeelen. Ik ben getrouwd, ik heb twee bijna volwassen kinderen en ik heb een dubbel beroep. Dus enerzijds ben ik coach loopbaanbegeleider en anderzijds schrijf ik romans, korte verhalen en essays. Mijn naam is Chris van den Bos. Ik ben 65 jaar. Ik ben van opleiding vertaler-tolk. Ik heb altijd fulltime gewerkt. Ik ben gehuwd. Ik heb twee kinderen, twee kleinkinderen. Ik ben nu met pensioen en ik leg mij nu vooral toe op schrijven. Ik hou veel van nieuwe dingen ontdekken nog, want daar heb ik nu veel tijd voor. Ik hou van bijvoorbeeld naar tentoonstellingen gaan, naar concerten, toneel en ja, het leven begint. Nu zeker en vast. Dus welkom, welkom allemaal. De eerste aflevering. Dus ik dacht van, misschien wel fijn om een spelletje te spelen eerst. Dus het zit zo dat we eigenlijk als mens twee verschillende ogen hebben. We hebben eigenlijk een emotionele oog en een rationele oog. Het emotionele oog is het oog dat meer open staat. En het rationele oog is het oog dat zo meer afzwakt, waar de wenkbrauwen ook iets meer opvallen. En het ziet zo dus dat we eigenlijk als mens, dat het emotionele oog de emoties opvat in het dagelijkse leven, en het rationele, het rationele. Hè? En dat samenkomt in de hersenen, en dat gaat zich dan uiten in, ja, in haar mate. Dus uw gedrag komt daaruit voort eigenlijk. Hè? Dus, hoe vaak komt het ook niet voor dat je bijvoorbeeld in een discussie bent beland, en dat volledig verkeerd afloopt. Dat heeft vaak daarmee te maken dat je eigenlijk dat je gewoon het verkeerde hebt gezegd met door het verkeerde oog te gaan benaderen. Hè? Maar dat zijn ook technieken die in de sales worden gebruikt. Sales managers geven vaak workshops daar rond van als ze dikke contracten willen binnenhalen, is dat ook in deze sector perfect toepasselijk. Hè? Om de mens te overtuigen om dat contract te tekenen, kan je bijvoorbeeld het juiste zien en het juiste oog gaan gezegd hebben en tjaka, het tekenen. Hè? Daar best veel uit halen. Dus dat leek mij iets interessant om eens bij elkaar, jullie als vriendinnen moeten toch wel eens even in de ogen kunnen kijken, zonder dat ze daar gegeneerd over te zijn. Ja. Ik zei het ook om dat eens samen te proberen. Ja. Dus, En zie maar wat je ziet, hè. Zeg maar wat je ziet. Of... Verschil is wel. Ik weet niet of dat een beetje is. Ja, maar nu dat ik erop let, zie ik het toch. Ja? Ja. Ben je strechter ook? Alleen voor u dan denk ik iets groter. Ja. Ben je strechter oog groter? En als je dan ziet, dat oog kun je inderdaad nog ook eens, niet alleen naar de goot kijken, maar ook naar in het oog zit ook veel meer informatie. Dan gaat dat eigenlijk vaak nog meer
informatie geeft, dan werkelijk de grootte van het probleem. Ja, oké. Ja. Volgende slachtoffer. Nu zie ik het minder goed dan juist. Als je minder lijkt, dan zag ik beter dat dan. Mm-hmm. Moeilijker te pijlen. Bijzonder om te zien dat mensen in elkaars ogen kijken. Dat is bijzonder. Ja, zal ik even een nieuwe keer doen? Ah ja, dat is niks op. Dat is wel duidelijk, hè? Ja? Uw linkeroog dan is toch wel uw emotionele. Ja, het emotionele. Nee, sorry, het rationele en dan het andere is emotionele. Bij u is uw rechteroog. Allee, uw linkeroog dan. Emotionele. Wat best is leuk om ook voor de kijkers thuis ook om dan een keer onderling te gaan zien, want je vond ik daar enorm veel uit. Dus, kinderen, als ze kinderen thuis hebben, bijvoorbeeld al wat grotere kinderen, kun je dat ook eens perfect proberen. Dat is eigenlijk zeer interessant wat je daar allemaal uithaalt van informatie ook. Dus voilà, ook voor de kijkers. Dus dit is ook, elke aflevering is ook de bedoeling dat mensen dat ook thuis kunnen doen. Dat is eigenlijk leuk van regel die ook. Dus voilà, maar misschien is dan ook eens, maken jullie gemakkelijk oogcontact op straat of als je mensen tegenkomt? Ja? Ik enorm. Ja? Vervelend gemakkelijk zelfs. Ja. Ik word er zo naartoe gezogen. Ja. Maar als mensen in de ogen kijken, dan is bij mij toch wel iets moeilijker, denk ik. Mm-hmm. Ja, toch wel. Mm-hmm. Ja. 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 Ik vind dat gemakkelijker, ja. En naar kijken dan automatisch lachen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dan krijg je snel een glimlach terug. Ja. Dat is mij opgevallen bij u inderdaad, dat jij ook onmiddellijk pets die ogen vast hebt. Zo. Ja. Wel naar het gezicht kijken en zo, dat wel. Hè. Dus wel contact maken, maar echt dan zo lang in iemands ogen kijken. Lang heb ik een hoop. Zeker niet bij zo'n dominante mannen, ga ik dan ook eens niet proberen. Bij wie je dat doet, dan natuurlijk. Vind ik wel, ja. En ik merk ook wel andersom, als ik aan de tafel zit met mensen te eten of zo. En ik voel dan van de anderen dat die heel direct in mijn ogen kijkt, dan is dat toch wel wat moeilijk. Dan zal ik wel snel eens wegkijken. Ja, het is zo. En natuurlijk ook, als ik aan het nadenken ben, zal ik altijd wegklikken. Ja. Omdat ik in mijn hoofd denk. Dan kan ik het niet volhouden om... Nee, als op examens vroeger, ik ging dat wel doen. Maar als ik aan het denken was... Aan het einde van de zin kijk er nog eens terug, want ik ben echt ook wel niet bang van u, professor. Mooi. Maar ook als je vertelt, of als iemand anders vertelt, dat je echt zo je verliest in iemand zijn ogen van, en dan? Pure interesse. Dan wel, natuurlijk. Mooi ook, dus ook om zelf bekeken te worden, je hebt dat wel precies wel een moeite als je zelf... Ja, als mensen echt gewoon staren. Ik weet nog, mijn vroegere bazin die kon echt zo staren. En dan had ik daar soms wel wat moeite mee. Ja. Mm-hmm. Maar ik zei haar dat ook. Dus. Op zich was dat geen groot probleem, maar toch wel een beetje ongemakkelijk misschien. Ja. Mm-hmm. Een beetje verlegen. Ja. Verlegenheid heeft er altijd wel wat in gezeten. Dus. Ja. Maar het is ook niet, als iemand echt zo u volledig monstert, zullen we zeggen. Ja. Ik weet nu niet wat dat niet, soms wat, bijna wat grensoverschrijdend kan zijn. Ja. Zo van, ik ben jou aan het lezen. Dat zou ik ook niet graag willen voelen. Ja, dat is nog iets anders dan dat contact dat jij zegt. Ja, tuurlijk. Want dan is het vriendschappelijk, dan is de interesse die je hebt in elkaar. Ja. En als iemand ontpraten is, dan zal ik ook wel kijken. Want dat is dan bijna zo wat manipulerend. Ja, zo komt dat ook wel. Dat is een beetje misschien dat de bedoeling is van die persoon, dat van te manipuleren. Gewoon misschien ook een soort verstrooidheid of ook een soort dromerigheid. Dat ze dan niet wegkijken, maar u aankijken. Maar. En mijn bewering van daarnet, van dat er soms discussies verkeerd lopen of gesprekken verkeerd lopen,
omdat er verkeerd in de ogen is gekeken, of in het verkeerde oog, wat denk u, hebben jullie daar ervaring mee? Of dat je zegt van, ah, tja, dat je dat zegt. Oh, gesprekken dat die verkeerd lopen natuurlijk, ja. Dat hebben we allemaal. Ja, ja, dat is sowieso. Maar dat dat dan kwam doordat ik in dat verkeerde oog kijk, dat zou ik niet kunnen zeggen, mm-hmm. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Dat dat ermee te maken kan hebben. Maar ja, gesprekken die fout lopen, denk ik. Ja, dat is wat. En wat dat je dan de reden niet van weet, dat je denkt van, kan ik me niet duidelijk maken? Of snapt hij daarin? Ja, dat komt iedereen tegen. Volgens mij gaan de meeste gesprekken fout omdat je iets veronderstelt bij iemand dat je niet gecheckt hebt. Ja. Een intentie, waar je vanuit gaat. Ja. En dat die andere persoon zegt, ah wel, denk jij dat van mij? Ja, dan is die gedaan. Ja. Dat is volgens mij iets waar dat meestal, ja. En waarom dit en waarom dat? Denk ik dat gevaarlijker is dan... En niet verkeerde oog te kijken. Ja. En het gebouw dikwijls voort op een eerste aanvoelen van iemand. En als je hebt mensen bij wie het direct klikt, en als die klik er niet direct is, dan gaat je al automatisch een beetje afstand nemen. Mm-hmm. En dan gaat je al direct een beetje zo. En dan is er niet veel nodig om die afstand te vergroten. Nee. En als die persoon dan in zijn woordgebruik of zijn lichaamshouding nog iets doet dat u niet echt bevalt, dan gaat het altijd maar meer zijn. Mm-hmm. Ja. En zo bouwt je dat natuurlijk op, hè. Ja. En dan, dan loopt het natuurlijk niet zoals je wilt, langs twee kanten. Ja. Maar dat is ook al een veronderstelling. Ja, natuurlijk. Dat je geen door hebt wie dat er... Of die lijkt op iemand, dat je weet niet. Ja, zo, ja, 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 dat is dat ook allemaal. Ja, dat klopt. Maar op zich heb ik dat niet zo dik. Dus dat is zo... Allee, als het mislukt, is het eigenlijk altijd voor dezelfde mensen. Ja. Met vreemden dat dat zo gaat missen. Nee, bij mij eigenlijk ook niet. Ja, jullie hebben natuurlijk... Ja, het is te zien, als je in een bedrijf... werkt, is dat een heel complex gegeven. Mm-hmm. En uw winkel misschien ook nog? Weet de winkel is dat ook wel, Er kunnen natuurlijk klanten binnenkomen waar dat je je als verkoper of verkoopster ook direct bij op je gemak voelt. Mm. En dat je dan ook wel jezelf kunt zijn en los kunt zijn, een grapje maken. Dat moet er allemaal bij kunnen, vind ik. Maar bij sommige mensen die komen binnen en je voelt daarbij dat dat precies niet kan. Of je durft dat niet. Misschien dat dat wel kan. Misschien dat dat perfect kan, maar je voelt dat niet zo aan. Dus dan ben je zelf ook al meer op je hoede. Ja. En dan kun je zeker tegenkomen in de verkoop, kun je dat eigenlijk regelmatig tegen. Of dat je ook zelfs op die een of andere manier een beetje bedreigd voelt, omdat die... Ik heb het net verteld, ik heb een boekenwinkel. Dus dan komen mensen vaak binnen die ook wel heel belezen zijn. En als je dan een bepaalde vraag krijgt van een auteur, en ik ken die auteur dan niet direct, dan is dat bij mij al een onzekerheid. Mm-hmm. En dan zag ik ook wel waarschijnlijk een beetje strenger of onzekerder overkomen dan dat ik ben. Mm-hmm. Dus dat is automatisch zo, denk ik. Ja. Ja. Het draait allemaal zo rond gevoelens. Hier en al gevoelens, eigenlijk. En dat is dan bij mij gemakkelijker, omdat ik altijd maar één persoon zie tegelijk. Ja. Als coach, er komt één persoon binnen. Ik zit volledig in mijn rol als coach. Dat is geen oordeel, alleen interesse. En dat maakt dat die band daar eigenlijk vanzelf... Ja, dat is een instelling. Ja. Je kunt niet beginnen anders. Nee. En dat maakt dat er eigenlijk ook wel zeldzamer conflicten in die context... voorvallen. Dus dat maakt dat ik er minder last van heb. Ja. Tegenover bijvoorbeeld vroeger, als ik nog in organisaties zat, dat was dat schering en inslag. Ja. Dus dat is het groot verschil, omdat je die... dat is in die ruimte is er geen macht. Mm-hmm. Dat is iemand is met zichzelf bezig. Ik ben er eigenlijk maar zorgverlenend aanwezig eigenlijk. Terwijl dat in een bedrijf of in een hogeschool, dat is constant... dat zijn toch kleine gevechtjes dat er altijd maar geleverd worden. Dan is dat veel meer aan de orde, denk ik. Misschien was dat van die ogen. Dat vond ik toch ook zo, bijvoorbeeld. Professioneel, als je in een bedrijf werkt, je bent professioneel bezig. En de klanten, die komen op de eerste plaats. En wat de klanten willen en moeten krijgen, dat is een goede service. En daarvoor ben je daar. Dus...
het is niet jij als persoon die op de eerste plaats komt, het zijn de klanten. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En wie die klanten ook zijn, of die lastig zijn, of die vervelend zijn, ja, of die hotijn zijn, of die af en toe eens uitschelden. Mm-hmm. Je moet altijd denken van, de klant heeft een probleem, ik moet het oplossen. Ja, 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 dat klopt. Dus, ja, dat klopt. Ik heb er nooit een probleem mee gehad van... Hoe die zich gedroegen, waren die onbeleefd, ja, oké. Dat was natuurlijk, omdat er soms heel grote bedragen op het spel stonden. Dat waren grote bedrijven, dus ja. Nee, nee, nee. Daar speelt heel wat. Ja, is dat veel kleinschalig. Ja, maar dan kun je dat ook voorstellen. Ja, dus. Ook in een switchen, hè. Tuurlijk. Je hebt heel veel klanten op een uur, je hebt veel verschillende mensen die passeren, dus je moet heel snel switchen. Je mag natuurlijk het gevoel dat je bij de vorige klant had, ook niet meenemen. Want dan is heel je dag. Oké. Dat is fantastisch. Als Spits kon dat wil tellen, van oogcontact naar vervelende klanten. Ja. Dus netjes gedaan. Hè. Is, ja. Maar bedankt voor deze tijd. En dan zien we elkaar volgende week terug. Ja, dank je. Ziezo, dit was de allereerste aflevering van 45 graden. Hopelijk heeft het jullie gesmaakt. Bekijk elkaars ogen, zou ik zo zeggen. En dan zie ik jullie graag terug volgende week voor een nieuwe aflevering van 45 graden. Dank u wel en slaap wel. Dag. Naast het programma ook het boek. Ons 45 graden vanaf september in de boekhandel.